Welkom bij You Made a Blik, de podcast. De podcast waar de verhalen van You Made a Blik magazine tot leven komen. Elke aflevering nemen we je mee op een leuke ontdekkingsreis en gaan we in gesprek met de mensen die ons magazine maken tot wat het is. En vandaag gaan we in gesprek met een van de vrijwilligers van Rondom, het leukste festival van Made a Blik. En mijn naam is Peter Commandeur. Welkom bij You Made a Blik, de podcast. Vandaag is Sonja Laurijsen bij mij te gast. Zij is vrijwilliger van Young Rebels. Eigenlijk een nieuw onderdeel van Rondom, Sonja. Ja, dat klopt. Goed, Sonja. Een nieuw onderdeel van Rondom. Helemaal splinternieuw. Een eigen commissie. Young Rebels. Ja. Vertel daar eens wat over. Ze zijn een paar maanden terug, werd ik gebeld door Paula van de jeugd van Rondom. En die had mijn naam een paar keer gehoord in de vraag of er iemand was die misschien een disco kon organiseren voor de jeugd van 12 tot 15 jaar. Oké, okay. Nice. Sonja, jij komt uit Medemblik, neem ik aan. Ja. Waar kom je vandaan? Vertel wat over jezelf. Oorspronkelijk kom ik uit Zuid-Karspel. Ja. En ik woon nu 24 jaar in Medemblik. Mijn man komt hier vandaan, dus we wilden graag weer terug. En in Zuid-Karspel is niet heel veel te beleven. Het is wel een onderdeel van Medemblik. Van de gemeente Medemblik. Ja, maar toen ik er woonde nog niet. Was het nog Noord-Kogeland. Nee, het was nog. Ja. Dat is pas sinds de laatste 10, 11 jaar, zoiets, in die koers. Oké, ja. Goed, nou, wat leuk. Young Rebels, waar komt die naam vandaan? Ik wilde een stoere naam, omdat het best een uitdagende groep jongeren is, 12 tot 15. Kleine rebelletjes. Juist. Dus ik kwam op deze naam uit, samen met mijn zoon en een vriendin. En hoe oud is je zoon? 22. Oké. Okay. Oh, die helpt je mee? Die helpt me mee, ja. Ik heb er nog twee, maar die helpen me niet. Nee, als ze allemaal gaan helpen, dan wordt het een zootje. Nee, hoor. Ja. Maar goed, Young Rebels. En wat voor activiteiten ontplooien jullie? Want het gaat vooral een beetje om wat je al eerder aangaf. Paula zei van, ja, wij zoeken iemand die een beetje muziek kan. Wat heb je, een muzikale achtergrond? Of hoe komt zij daarbij om jou daarvoor te vragen? Daar ben ik ook nog niet helemaal achter. Zij had bij meerdere personen gevraagd of die iemand wisten. Ja. En dus hebben er een stuk of drie hebben mijn naam genoemd. En waar het precies vandaan komt, ben ik ook nog niet helemaal achter. Maar ik vind het wel heel leuk om te doen. Ja, je bent natuurlijk splinternieuw in het Rondom gebeuren. En wij hebben natuurlijk ook vaak doorgewinterde Rondom vrijwilligers die we spreken. Ja, dat ben jij dus niet. Nee. Dat maakt het ook extra interessant in mijn ogen. Van wat voor rol zie jij voor jezelf in dat Rondom verhaal? Zeg maar? Ik hoop dat ik met onze nieuwe commissie, de Young Rebels, gewoon een hele leuke avond voor de jongeren van 12 tot 15, of het voortgezet onderwijs, neer kan zetten. Ja. En waar ze ook elk jaar naar uit gaan kijken. Ja. Want hoe zie je dat voor? Hoe laat begint zo'n avond of middag? Wat is het, s'avonds? Het is s'avonds, ja. Van 8 tot 10. Ja. En het is echt een disco. En we gaan wel proberen om tijdens de disco nog wat iets van een spel te organiseren. Iets van een muziekquiz. Of okay. Dat het ook nog wel een beetje leuk wordt met een prijsje te winnen. Oké. Okay. Ja. Oké, want ik zag ook bij de bowling hadden ze... Maar ik weet niet, volgens mij ook een beetje van die leeftijd dat ze nog een soort van... limbo-achtige dansen doen onder een... Klopt. Dat doe je ook bij Young Rebels, of is dat nu weer iets anders? Nee, ik heb een paar in Young Rebels gesproken en die zagen het limbo-dansen niet zo zitten. Vonden ze het kinderachtig zeker? Juist. Dus ik wilde wel... Dat zeggen. Het is echt een aparte groep jongeren. Ja. Zeg maar, voorheen draaiden ze altijd mee. Ook bij de jeugd en ook bij de bowling. Maar het verschil werd gewoon te groot voor tussen groep 7 en de 15-jarigen. Dus snap ik. Ja. Het is wel goed dat er een eigen groep voor ontstaat. Ja.
En En hebben ze een beetje inspraak in wat er gedaan gaat worden op een avond? Want, Nee, op zich niet echt. Maar ik ken er een paar van die leeftijdscategorie. En die vraag ik gewoon van, joh, wat vinden jullie nou leuk? Wat zouden jullie nou willen doen op zo'n avond? Ja. Dat, welke bier, muziek bier, vinden bier drinken, jullie leuk? Bier drinken, wil ik. Ja, ze helaas. Ze willen allemaal aan de alcohol. Ja. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Nee. Dat die eerst 18 zijn tegenwoordig. Juist. Goed, hey, en je hebt drie zoons, begreep ik. Ja. En hoe oud, wat zijn de leeftijd voor de rest van die categorie? De oudste is 25. 25, Dan 22 en dan 18. 18, Dus je hebt ze niet meer in die leeftijdsgroep? Nee. Dus daar kun je inspiratie niet vandaan halen? Nee. En waar haal je inspiratie wel vandaan? Want jij zei, ik spreek een paar jongeren, maar... Ik heb gelukkig best wel wat vrienden die nog kinderen in die leeftijdscategorie hebben. Oh, dus die kon je peilen? Juist. Ah, dat doe je goed. Hey, en Rondom bestaat natuurlijk al best lang. Hoe heb je Rondom in jezelf ervaren? Want je was natuurlijk, je bent zegt 24 jaar in Medemblik. Ja. En het Rondom bestaat al meer dan 24 jaar. Maar, en toen was je al natuurlijk al met je man. Ja, ik ben sinds mijn 16e met mijn man. Kijk. En sinds die tijd ken ik Rondom. Ja, precies. Ja. Want die dacht ook, hoe heet je man? Kjeld. Kjeld dacht ook van, nou, naar Rondom moeten we, want dat is heel, te gek. Tuurlijk, dat hoort erbij. Muziekfestival. Ja. Op zondag. Ja. Ja, dat is zeker. Oké, hey, en vind je het moeilijk om met die groep iets leuks te verzinnen? Of vind je het een uitdaging? Ik zie het echt als een uitdaging. Ja, ik hoop echt dat we iets neer kunnen zetten waar ze gewoon met een heel leuk en goed gevoel op terugkijken. En waarvan ze zeggen van, joh, kunnen we dit volgend jaar weer doen? Alsjeblieft. Ik ben volgend jaar 16, dan mag ik niet meer. Mag ik dan niet meer nemen? Nee, dat mag niet meer. Dat hangt er een beetje vanaf. Oh, je mag, de dispensatie mag nog toegepast. Ja, weet je, als je. Er zijn ook 16-jarigen die helemaal nog niet naar de tent willen of wat dan ook. Dus, en als je dan ook nog op het voortgezet onderwijs zit, dan ben je van harte welkom. Toen ik zo oud was, toen was ik natuurlijk twee keer blijven zitten. Dus ik zat gewoon nog in de... Was je van harte welkom, hoor. Bij 16 zat ik nog in de vierde van de MAVO, hoor. Ja, dat heb ik de hele tijd volgehouden. Ik heb er nog wel eens dromen van. Ik denk van, oh shit, zit ik nog steeds op die lagere school? Dromen of nachtmerries? Dromen. Maar ik word wel zwetend wakker. Ja, zo'n onvoltooide lagere school eigenlijk. Dat nooit van af weten te komen. Oh ja. Echt heel bijzonder. Ik heb het de laatste tijd niet meer, hoor. Nee? Oh, gelukkig. Nee. Oh, dan ben je er toch overheen gegroeid. Ik ben er toch op een of andere manier vanaf gekomen. Ja. Uit hoeveel mensen bestaat jouw doelgroep, zeg maar? Ja, dat is een hele goede vraag. Het is voor mij de eerste keer, natuurlijk. Ja. En ik heb eigenlijk nog geen idee hoeveel animo ervoor is. Hoeveel jongeren er... Hoeveel jongeren er willen komen. Er kan maximaal 230 kinderen kunnen er maximaal in. Ja. En ik heb 200 toegangsbewijzen. Dus dan, moet mensen zich ervoor aanmelden eigenlijk? Of, Nee, de kinderen die op de dijk zitten, die kunnen op de dijk na de schoolvakantie... een flyer met een polsbandje ophalen. Oké. En de kinderen die niet op de dijk zitten, die kunnen mij een mail sturen. En dan plan ik een paar avonden in waarop ze het op kunnen halen. Oké. En hoe communiceer je dat voor de rest? Want, het staat op de flyer. Ja. Of tenminste, ik heb twee flyers. Eentje waar gewoon de algemene informatie op staat. En een flyer met de info dat ze een mail kunnen sturen naar youngrebels@rondommedemblik.nl. Nou ja, het komt natuurlijk nu ook uitgebreid in het Rondom magazine te staan. Ja, heel fijn. Ja, dat is heel goed. Ik denk, vandaar dat iedereen zei van, ja, je moet toch Young Rebels. Sonja, die... Oké, want je was wel erg in trek in dat opzicht. Dus, goed om te horen. Ik ben ook heel nieuwsgierig hoe dat dan gaat. Dus, ja.
Ik ben, ben natuurlijk het aller, het allernieuwsgierigst hoe de jeugd dat zelf ervaart. Dat is eigenlijk het allerleukste om te vernemen natuurlijk. Ja, er zitten er natuurlijk ook gewoon tussen die al een beetje tegen dat jong volwassenen zijn. Ook echt gewoon al andere ideeën hebben. Ja. Hoe ga je daarmee om? Of heb je daar nog niet over nagedacht? Heb ik nog niet echt over nagedacht. Ik heb het nu zo aangekleed. Ze komen dus naar binnen met een polsbandje. Ja. Ik heb ook iemand bij de deur staan die dat al controleert. Ja. Dus ik hoop gewoon dat we op die manier de echte rebellen buiten kunnen houden. En dat het gewoon een hele leuke en gezellige avond gaat worden. Jij denkt niet dat de naam Young Rebels daar nog extra rebellen... Nee. En er mag heus wel wat in zitten, hè? Ja, er mag wel pit in zitten. Juist. Ja, zeker. Ja. Jij zei net, de dijk, daar werk je mee. Werk je daar samen mee in opzicht van... Of in een ander opzicht, of helemaal niet? Nee, ik werk niet samen met de dijk. Ik heb ze een mail gestuurd met de vraag of ik daar de flyers neer mag leggen. Ja, dat mag, denk ik. En dat mag. Ja. Heel graag zelfs was dat antwoord. Oké. Okay. En met wie heb je dan contact? Met de directeur. Lars Beene. Juist. Ja, die heb ik die kreeg al heel snel een mail terug. Dus ik was al lang blij dat hij in de vakantie zijn mail even goed leest. Ja. Wat trekt jou om vrijwilliger te zijn? En waarom heb je eigenlijk al meteen de neiging om dat ook aan je kind door te geven? Aan je zoon? Ik vind het belangrijk dat verenigingen kunnen blijven bestaan. En dat kan alleen maar met vrijwilligers. Ja. Zelf heb ik echt al jaren vrijwilligerswerk gedaan, vanaf mijn 16e al. Ja. Of vrijwilligerswerk. Ik ben begonnen bij de scouting als leidinggevende. Ja. En, heb je zelf ook bij de scouting gezeten? Ja. Nou ja, in de oudere groep hoor. Dus ja, je kon het geen scouting meer noemen. Was gewoon gezellig. Was jij dan Akela of zo? Hoe noem je dat? Nee, gewoon Sonja. Oh, oké. Dat was goed genoeg. Oh. Ja, nee, en dat was gewoon erg leuk al om te doen. Maar op een gegeven moment werden mijn kinderen... werd mijn jongste geboren toen ben ik daar gestopt. Ja. Daarna ging mijn oudste, die ging turnen in Wervershoofd. En ben ik daar les gaan geven, omdat er niet genoeg mensen waren om te helpen. Ja. Ik heb heel lang nog bij Stichting Twinkle Stars gezeten. Ja. Ja. En wat was dat ook alweer? Die zetten zich in voor de kinderen onder de armoedegrens met het grote Sinterklaasfeest en cadeautjes rondom de Sint. Ja. Ja. Dus dat was altijd erg leuk om te doen. Ja, zeker. Ja. Jeetje, ja, de keer speel je zelf een klein beetje voor Sinterklaas natuurlijk ook. Ja, dat was heel leuk om te doen. Ik vind het heel jammer dat niet meer bestaat. Ja, nou wie weet, Sonja, er ligt een mooie taak voor je nog. Wie weet. Ja, maar goed, zonder vrijwilligers geen verenigingen en geen kunnen de kids niet zoveel. Precies. Nee, dat klopt. Dat is waar het ook in dit geval voor een groot gedeelte om draait. Ja. Wij vinden het leuk om in het magazine de mensen die vrijwilligerswerk doen, dat in het zonnetje te zetten. En zij staan in mijn ogen centraal. Want het is ook nog eens een keer zo, niet alleen de vrijwilligers, het sponsoring, belangrijk, lidmaatschap, of tenminste de donateurschap. Dat is belangrijk. Iedereen wil eigenlijk ook dat het rondom festival, dat vrij toegankelijk blijft. Dat er een tent wordt neergezet die kosteloos betreed kan worden. En dat is iets wat ik wel... Dat is wel de grootste wens ook van rondom om dat gewoon vol te houden, weet je wel. Ja. Dus, en volgens mij lukt dat nog steeds elk jaar. En volgens mij is het volgend jaar 40-jarig bestaan. Dus het heeft al wel zijn bestaan echt bewezen. En het dijt elk jaar nog uit, want nu hebben we weer Young Rebels. Ja, het gaat... Gaat maar door. Maar het blijft ook gewoon... Het is gewoon iedereen kijkt er het hele jaar naar uit. Ja. Hey, en jouw man, heeft hij ook nog een rol in dit verhaal? Of is die wat meer op de achtergrond? Die is wat meer op de achtergrond. Ja, precies. Die denkt, iemand moet nog wat fort bewaken thuis. Zoiets, ja. Ja. Oké. Okay. Wat doe je eigenlijk voor werk in het dagelijks leven? Ik ben salarisadministrateur. Aha. In Medemblik of? Nee, Bochum. Bij Wilgaarde Leekweide. Oh, oké. Dat is toch een zorginstelling? Ja. Oké. Dus een beetje zorg, dat zit wel een beetje in je.
Een beetje. Maar daar zit ik pas 2,5 jaar hoor. Daarvoor zat ik bij Deen. Bij Deen? De supermarkt. Ja? Ja, als salarisadministrateur. Oh, wel altijd in administratie verhaal. Ja. Nou ja, dat is ook belangrijk. Moet ook gebeuren. Want anders, als ze hun salaris niet krijgen, ja, dan worden mensen ook een beetje verdrietig. Voor de meeste werknemers is het belangrijkste. Echt waar? Ja. Ik heb eigenlijk nooit echt in loondienst gewerkt. Eigenlijk nooit, denk ik. Ik ken het me niet erin. Ja, wel, ik heb wel in loondienst gewerkt. Ik heb wel bij Meometra gewerkt. Bij, dan moesten we kolie hunten in Zaandam. In het DC van Albert Heijn. We moeten niet veel allemaal namen noemen, Hans. Nee. Mag niet van de podcast. Sluikreclame. Nee, maar goed. Dat is nou helemaal zo. En ik moet ook zeggen, ja, dat heb ik een tijdje gedaan. Maar toen zat ik ook in een band. Toen zat ik ook een beetje zelfstandig al aan het worden. En daarna ben ik echt alleen maar zelfstandig werk gedaan. Dus ja. En, maar goed. Even kijken, Sonja. Wat hebben we nog niet besproken? Jouw zoon Tigo, die helpt mee. Heeft hij ook nog heeft hij al een relatie? Is hij al... Nee. Die is nog single. Die is inderdaad nog single, ja. Dus ja. Wil je bij deze een oproep voor hem doen? Of, Nee, dat ga ik hem niet aandoen. Oké. Okay. Nee. Maar goed, hij gaat zichzelf wel in de kijker spelen. Ja, maar Tigo die staat ook al in missing als achter de bar. Oh. En helpt heel vaak met de jongerenwerkers met alle activiteiten die georganiseerd worden. Is Bert Steenman daar ook nog aan verbonden? Of is die nu, ja, zeker. Oh, ja. Die gaat ook maar door, hè? Die gaat maar door, ja. Want die moet ook ergens al in de... Die staat ook bij de deur straks. Die moet ook al ergens tegen de 80 zijn. Ja. Nee hoor, nee. Volgens mij is het niet. Nee, is ergens begin 70, denk ik. Maar goed, dan nog. Je moet het maar doen, allemaal. Ja. En hij is natuurlijk ook nog actief als verkeersbegeleider. Verkeersbegeleider. Ja. Ja. Maar ja, goede zaak. En hij woont vlakbij me ook, hoor. Dus ik ken hem natuurlijk. Ja. Ik zie hem regelmatig. Ja. Ja. En zo houden we met z'n allen de leefbaarheid in Medemblik op peil. Ja. En dat kan op vele manieren. En ik ben heel blij dat rondom daar ook een belangrijke rol in speelt. Veel mensen kijken er naar uit het hele jaar. Ja. Jij ook? Ja, zeker. Terwijl je bent dus geen echte Medemblikse. Nee. Maar voel je je nou wel een Medemblikse? Jazeker. Ja, hè? Ja. Ja, ik zeg altijd, zeg het vaker, ook in andere podcasts. Ik vind, je bent waar je woont. We hebben met Rondom, met Bontheater ook een podcast gemaakt. Ja. En daar zijn mensen bij betrokken. Die komen uit Den Haag, en er komt er eentje uit Zaandam, en er komt er eentje daar vandaan. En Peter Vrijs is dan toevallig echt een Medemblikker. Een echte Medemblikker. En dan denk ik, wat is nou een echte Medemblikker? Ik denk, een echte Medemblikker is gewoon waar hij woont. Hij woont in Medemblik, dan ben je een echte Medemblikker in mijn ogen. En zeker als je er zelf voor gekozen hebt om in Medemblik te gaan wonen. Ja, dan helemaal. Toch? Ja, zeker. Nou ja, we hebben er uiteindelijk ook wel voor gekozen om in Medemblik te wonen, maar we zijn hier ook geboren. Ik ben hier ook geboren. Ja. Ja, en ik denk ook dat, kijk, als je het ergens gewoon ontzettend naar je zin hebt, waarom? Ja, nee, maar precies. Nou ja, dat is het ook. En mijn dochter die is 24 en die woont in Amsterdam en die zegt, Medemblik, maar ja, ergens hoop ik nog dat ze als ze een keer een leuke... Nou, ze is een beetje aan het karrelen, geloof ik. Maar als ze weer zegt van, nou ja, ik wil toch hem gaan vestigen. Als ik wil ook een gezin gaan stichten of zo. Dat ze misschien toch kiest om hier dat te doen. Ja. Want dat is wel waar we ook... wij moeten ook naar de toekomst kijken. Ja. Hoe houden we dat allemaal vol met z'n allen? Ja. Ja. Goed. Zijn er nog dingen die jij zegt van, ja, maar P, waarom heb je me dat nog niet gevraagd? Nee, niet per se. Ik heb nog wel iets wat ik nog niet gezegd heb. Oké, nou, dat ben ik ook heel nieuwsgierig naar. Ja, de avond van de disco is Missing ook open. Oké. Dus kunnen de kinderen, de jeugd, kan daar ook even kennis maken. En hoe oud is die leeftijdsgroep? Missing is daar zitten jongeren van... ik denk pak een beetje 11, 12 tot 20, 22. Ja. Ja hoor, die komen er allemaal nog. Ja, want jouw zoon Tigo, die is daar ook, die helpt er mee, hè? Ja. En hoe is hij daar terechtgekomen? Is dat ook, hoe heeft hij daar zijn interesse voor gevonden?
Is dat zomaar spontaan gebeurd? Of, Is eigenlijk spontaan gebeurd. Ja. Ik weet ook niet precies hoe het was. Tycho die wil sinds kleins af aan al iets met jongeren gaan doen. Oké. In eerste instantie had hij bedacht dat hij klasassistent ging worden. Ja. En nu wordt hij... Hij wil jongerenwerker worden. Dus hij gaat komend jaar starten met social work. Zo. Ja. Mooi. Ja, en dan... Ja. En Tycho komt van het speciaal onderwijs. Dus ik vind het zo knap wat die voor elkaar heeft gebokst. Oké. Okay. Ja. En hoe speciaal is dat onderwijs? Wat je ook daar wat over zeggen? Of, Ja, dat Tycho heeft tot en met groep 4 hier op de Jozefschool gezeten. En is daarna naar de Wissel gegaan. Ja. En vanuit de Wissel naar de praktijkschool. Ja. En vanuit de praktijkschool uiteindelijk naar het MBO. Oké. Okay. Ja. Mooi. Ja, maar dat zijn wel de ontwikkelingen die heel interessant zijn natuurlijk. Ja. Voor zo'n jongere die dan dit pad aflegt. Ja. Want daar is natuurlijk wel veel doorzettingsvermogen voor. Hij is heel vaak tegengehouden. Tegengehouden? Ja, tegengehouden. Hoe bedoel je dat? Op de praktijkschool zeiden ze, je bent hier, wij zijn hier niet om jou wat te leren. Je bent hier toch voor uitstroom naar werk. Oeh. Ja. En wat voor werk zou dat moeten wezen dan? Ja, met je handen, hè? Techniek. Oh. Of zo, of koken, of wat dan ook. Dat leren ze daar allemaal. Wauw. Ja. Wauw, dat is dan wel heel erg beperkt. Ja, ja. En zijn mensen zelf een beetje beperkt of zo? Ja, ik heb hoe zeg je dat? Ik heb een boze mail gestuurd met een bedankje. Oei. Ja, meer van, joh, bedankt voor jullie negatieve opmerkingen, want daardoor is hij juist doorgegaan. Het heeft hem gestimuleerd in plaats van dat het hem afgeremd heeft. Juist. Oké, okay. Ja. Nou, dat is ook mooi. Ja, dat is heel mooi. Maar dat zijn natuurlijk niet veel gegeven. Dat is mooi dat jouw zoon dat dan wel heeft. Ja. Maar de meesten zullen misschien wel denken, oh ja, nou, dat is een bevestiging van wat ik misschien zelf altijd al dacht of zo, weet ik veel. Ja, dat zou kunnen. Dat zou inderdaad kunnen. Maar nee, hij wilde altijd al gewoon echt naar het MBO. En, maar er zat enige satire in jouw mail. Ja. Jeetje. Ja. Ja, weet je, kijk, het punt is, mensen blijft heel veel blijft mensenwerk. En ook, ja. Ook voor de studiebegeleiders of leraren, ja. Leraressen. En ja. Heel veel papieren slomp. En dan, ja. dan denk ik ook wel eens dat er momenten zijn dat je overspoeld raakt en dat je denkt, nou... Klopt. Ja. Dat is, weet je, elke kant heeft een andere kant natuurlijk. Ja. Dat is nou ja, maar ik neem mijn petje af voor alle leraren, hoor. Ja. Echt waar. Zeker. Ik doe het ze niet na. Nee, ik ook niet. Vast niet. Totaal geen enkele overwicht. Ja, overgewicht. Ja, dat is het enige wat ik heb. Ja, ook niet meer. Nou. Nee hoor, maar dat is een mooie constatering. En we gaan het ook zo afsluiten. Ja. Dus alles wat we besproken hebben, dat staat ook op de website. Mm-hmm. Rondom medemblik.nl. Sowieso. Ja. Ja. En ook in het magazine komt het te staan. Dus ik laat jou dat natuurlijk nog lezen van wat ik er nou van gebakken heb. Ja. En dat wordt niet een heel lang verhaal. Maar wel, proberen wel compleet te zijn natuurlijk. Ja. En we willen natuurlijk graag dat, dat de jeugd dit ook echt gaat vinden en omarmt. Ja. En dat inderdaad, wat je zegt, volgend jaar, dat ze allemaal staan te juichen van... Oeh, het is weer bijna zover en dat we... Want heb je nog ideeën die misschien nu nog... een schets zijn waarvan je zegt, dat zou ik ook wel willen doen volgend jaar. Of dat je dat soort ideetjes, heb je die al? In zoverre, ik wil eigenlijk proberen een mini rondom te creëren voor de jeugd. Dus ja. Wat we als volwassenen allemaal nu, dus met, ja. Toch wel wat extra, ook inderdaad, zo'n quiz of zo'n... Juist. We hebben natuurlijk de puzzelrit. Ja, pubquiz. Een puzzelrit is natuurlijk ook leuk. Ja, ja, en daar doet al wel wat jeugd aan mee. En er is natuurlijk al een mini playback show natuurlijk. Hè? Die laat ik achterwege. Ja, dat, nou oké. Okay. Ja, want ik denk dat dit net een groep is die zit tussen... Nee, dat vind ik echt niet leuk meer. En als ze straks volwassen zijn, weer denken van... Ja. Dit vind ik wel weer grappig. Ja. Je hebt dan Tycho natuurlijk die je helpt, maar... Je hebt ook nog mensen eromheen die je extra helpen, ja. Ik heb begrepen. Ja, ik heb een meisje van 16, Guusje, ja? die wil me helpen. Die heeft zich aangemeld als vrijwilliger naar aanleiding van het berichtje op de rondom poster. Oké. Okay. En ik heb een vriendin van mij, Danny, die komt me helpen.
met in ieder geval, die heeft al geholpen met ideeën bedenken. En die komt me helpen met het aankleden van de foyer. Die heeft zeker ook een zoon die die leeftijd heeft. Dat heb je helemaal goed. Dat dacht ik al. Ja. En dan hebben we DJ Remco. Oh, Remco. Remco. Remco komt uit Grotebroek. Oké. Okay. En dat is een vriend van Guusje. Die, dus ik, nice. Dus de muziek is verzorgd, de aankleding is verzorgd en de Guusje doet... Wat doet Guusje voor werkzaamheden alleen op die avond? Of, Ja, die zit wel, die is al een paar keer bij me geweest voor gewoon wat dingen door te spreken. Ja. Maar verder is ze er alleen vrijdag gewoon lekker bij. Vanaf vrijdagmiddag en dan gaan wij lekker opbouwen. En dan, mooi. En vrijdagavond, ja. En nagenieten natuurlijk. En nagenieten, ja. Ik hoop het wel. Ja, oké. Okay. Nou, dan wil ik je gaan bedanken voor dit leuke interview. Graag gedaan. Jij bedankt voor de uitnodiging. En dan gaan we hem afsluiten. Begint de muziek weer te spelen. Nou ja, vrienden. Ik zou zeggen, wat een leuk gesprek had ik net met Sonja. En we hebben het over de Young Rebels gehad. Allemaal tijdens het Rondom Festival. Welke dag is het nog weer? Vrijdag 13 september. Vrijdag 13 september. Dan moet je erbij zijn als je toevallig 12 tot 15 bent. 16 man. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het luisteren naar deze leuke podcast. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Sonja, heel erg bedankt. Graag gedaan.